Omdat ik ook van tevoren allerlei dingen had bedacht hoe ik in een relatie wilde staan. En ik weet ook wat er nodig is voor een gezonde relatie. Maar als je er eenmaal in zit en het gaat niet goed met je partner, dan ben je toch heel snel bereid om dingen te laten gaan en om die grenzen op te schuiven. Ja. Waardoor je er toch uiteindelijk zelf wel last van kan gaan krijgen. Deze keer gaan we in gesprek met Sophie Roosendaal, freelance journalist, schrijver en online videomaker. Sophie heeft een aantal boeken geschreven waarin ze heel openhartig is over haar mentale gezondheid. Onderwerpen zoals eetproblemen, relaties, seks en perfectionisme komen aan bod. De podcast heet natuurlijk Gek van mezelf. Dus de eerste vraag is ook wel redelijk duidelijk, denk ik. Wanneer ben je voor het laatst gek van jezelf geworden? Echt gek van mezelf, dat is meer als ik zo'n perfectionisme aanval krijg, toch? Ja. Dat heeft vaak wel met mijn werk te maken. Dus ja, een stuk wat ik dan moet inleveren en dat ik dan toch blijf schaven en schrappen, terwijl het eigenlijk al lang goed was. Ja. Dat gebeurde vorige week nog. Ja? Ja. En waar ging het stuk over? Dat was voor het dagblad Trouw over apart slapen. Oké. Ja, een vrij groot stuk. Dus ik wist ook al dat het op de cover zou komen. Dus dan is die druk nog groter. Ja. En dan kan ik wel echt bezig blijven. Is het uiteindelijk wel goed gekomen? Ja, gelukkig wel. Ja? Ja. En hoe los je dat voor jezelf op dan? Want je wordt dan gek. En dan denk je van, nou ja, dit wordt niks. Want dat kan me voorstellen dat dat misschien dat niet echt. Maar meer dat ik het gevoel blijf houden dat het nog niet is wat het zou moeten zijn. Oh, ja. Dus het is ook heel gevoelsmatig vaak dat je denkt, ja, er mist iets. Of het loopt niet helemaal lekker. Ja. Vaak met zoiets laat ik een stuk ook nalezen door mijn vader. Hij is een vaste proeflezer. En hij is ook heel kritisch, kritischer dan ik. Dus als hij het goed vindt, dan ga ik daar meestal wel op af. En het valt me ook op dat vaak een redactie waar ik het naartoe stuur, zij zien soms heel die dingen niet waar ik zelf over val. Nou, mooi antwoord. Ja. Herkenbaar wel. Het onderwerp van deze podcast wordt liefdesrelaties. We hebben een aantal stellingen verzonnen. En deze stellingen hebben we ook gevraagd aan ons online panel. En dat bestaat uit ongeveer 3000 mensen, volgers van het vetgezellig Instagram-account. Ja, moet ik wel even bijzeggen dat het ongeveer 90% vrouwen zijn. Dus is het wel meer vrouwen die antwoord geven dan mannen? Ja, nou ja, over de onderwerpen sowieso veel te zeggen en veel te vinden. Dus mocht je mee willen praten, dan kan dat via het Instagram-account vetgezellig. Of deze podcast wordt ook geüpload op YouTube. Ja, we hebben een video, daar kijk je. Nou, jullie misschien als je hem luistert niet, maar je kan er ook naar kijken. Daaronder kan je ook reacties achterlaten. En kan je misschien meediscussiëren over het onderwerp. En dat kan je vinden via Gek voor Mezelf bij YouTube. Ja, klopt. Gek voor Mezelf intypen. En dan. En ook nog leuk, we zijn een nieuwe podcast. Dus het is altijd fijn als we een recensie krijgen op bijvoorbeeld een Spotify. Daar kan je een recensie achterlaten. En het liefst natuurlijk 5 sterren, maar wees gewoon eerlijk. Krijg je een gratis biertje, krijg je toch? Gratis. Dat was in het hotel waar we zaten. Voor 5 sterren kregen ze een gratis biertje. Ja. Dus geen wonder dat het zo hoog aangeschreven stond. Ja. Dus als je een 5-sterren review, dan krijg je deze gratis. Maar goed, we hebben de stellingen bedacht. Heb je ze gezien toevallig of niet? Ik heb er even kort naar gekeken, maar ik dacht, nou, ik laat me ook verrassen. Ja, nou top. Ik ga ze in ieder geval, je mag ze de stellingen, de vragen beantwoorden met eens of oneens. Een liefdesrelatie waarin beide personen kampen met mentale problemen is gedoemd te mislukken. Oneens. Ja, hoezo? Ja, nou, ten eerste is het zo ontzettend breed. En wie heeft er niet mentale problemen of uitdagingen? Ja. Want dan zou toch niemand meer een relatie kunnen krijgen of hebben? Nee, het ligt heel erg aan wat voor soort mentale problemen natuurlijk. Want je kan elkaar wel tegenhouden. Ja. Maar ik denk ook in zekere zin dat het juist heel in je voordeel kan werken. Omdat je elkaar heel goed begrijpt. Ja, ja inderdaad. Bij ons werkt het juist wel in je voordeel, ja. Vind ik. Ja, maar vanaf wanneer vinden jullie het nou echt mentale problemen? Want het klinkt best wel zwaar, maar... Ja, ja. Af en toe somber is natuurlijk ook een mentaal probleem. Ja, dat vind ik ook wel lastig. Probleem. Misschien is het ook wel lastig om inderdaad te definiëren. Want dan zou je zeggen van... misschien bedoel je dan... Als het echt eronder gaat lijden in je relatie. Ja, of als je echt een diagnose hebt gehad. Oh ja, ook dat. Ik denk, heel eerlijk gezegd, als je beide mentale problemen hebt... wat eigenlijk denk bijna iedereen heeft... alleen sommige mensen stoppen het misschien weg. Ja precies. Het juist wel fijn is dat je erover kan praten... maar niet iedereen kan erover praten. Dat is ook een probleem natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Dat is wel een grote voorwaarde, denk ik. Dat denk ik ook inderdaad. Stelling 2. Wanneer je ziet dat het niet goed gaat met je partner... en de relatie daaronder lijdt, mag je afdwingen... dat je partner in therapie gaat? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat je het nooit mag afdwingen. Want iemand moet eraan toe zijn.
Maar ik denk wel dat je voor jezelf de grens mag stellen van... oké, jij mag zijn wie je bent. Als jij niet in therapie wil, is dat aan jou. Maar ik kan hier niet meer mee leven. Dus wel een grens dus eigenlijk trekken. Voor jezelf, ja. Je mag voor jezelf kiezen. Ja. Een klein je kan, bijvoorbeeld als je een flyer iemand onder zijn neus duwt van... hé, misschien is dit wat. Is dat dan ook al een dwang of is dat meer een aanmoediging? Nee, ik denk dat met dwang is echt van... ik maak het uit als je niet in therapie gaat of iets dergelijks. Dat je op zo'n manier emotioneel gaat chanteren. Dat maakt gelijk heel de relatie onveilig. Sowieso als je elkaar dwingt. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat je elkaar stevig advies mag geven. Yo. Ik denk dat je altijd moet zeggen, het is jouw keuze. En je moet het doen als jij dat wil. Maar ik hoop wel echt dat je aan jezelf gaat werken. Want zo hou ik het niet vol. Ja, want afdwingen is natuurlijk een beetje een groot woord dan. Of een beetje misschien hebben we een iets te heftig woord gekozen. Ik vind het wel echt een hele goede stelling. Ja. Want ik denk dat veel mensen wel deze neiging hebben. Mm. En als je partner bijvoorbeeld alcoholverslaafd is... dan kan je dat natuurlijk echt gaan proberen af te dwingen. Ja, dat is waar. Ja. Maar als hij of zij dat niet wil zelf... dan heeft het ook geen nut om iemand onder dwang in therapie te laten. Maar het is natuurlijk wel... het is een soort dwang natuurlijk als je zegt van... als je weet dat diegene heel graag bij je wil zijn en bij je wil blijven... en je zegt, ik trek het niet meer als jij niet in therapie gaat. Dat is dan wel een soort van, geef je weinig keuze. Je laat het dan toch bij die ander. Want als blijft terwijl je het eigenlijk niet meer volhoudt... wat voor jou heel ongezond wordt... dan word jij onder dwang in een relatie gehouden waar je aan kapot gaat. Dat is waar. Ja, heb je helemaal gelijk inderdaad. Ja. Nou, het is lastig hoor. Het is moeilijk inderdaad. Ja, ik kan me herinneren dat het bij mij ook wel eens een keer... is geopperd van, misschien moet ik toch nog wat gaan doen. Toen opperde ik het terug, daar werd niet zoveel mee gedaan toen. Later wel trouwens. Maar ik denk dat een stimulans soms wel kan helpen. Ja. Iemand om een klein zetje. Want sommige mensen willen ook gewoon... weten niet waar ze naartoe moeten of zo. En dan is misschien dwang misschien wel te heftig... maar je kan wel iemand goed supporten. Ja, in ieder geval, want ik denk als je er niks over zegt... en het maar laat gebeuren, dan faciliteer je ook die problemen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus daar help je iemand uiteindelijk ook niet mee op langere termijn. Is het handig om je partner pas te betrekken bij je mentale zorgen... wanneer je het zelf hebt uitgezocht al? Dus of naar de oplossing hebt gezocht? Nee. Nee? Nee, dat denk ik niet. Want als je eerst alles zelf wil oplossen... en dit herken ik heel erg in mijn relatie, dit doet mijn vriend. Okay. Hij wil alles zelf oplossen, maar daardoor sluit hij mij volledig buiten. Mm-hmm. Hij komt er zelf niet uit en je raakt alleen maar verder van elkaar verwijderd. Ja. Dus nee? Nee. Nee. Eigenlijk zo vroeg mogelijk betrekken. Ja. Ja, het ligt eraan, vind ik. Oh. Als kleine dingetjes zijn. Nee, als kleine dingetjes zijn die je voor jezelf wel weet op te lossen. Dat je weet van dat gaat me wel lukken. Dan is het misschien soms wel eens handig. Ja. Ja, heb ik dan ervaren. Ik denk als ik dan iets al voor mezelf opgelost denk. Nou, heb ik daar anderen ook geen zorgen voor gegeven. Ja. Ja, oké. En dat doe ik zelf ook wel eens. Ja. Als ik ergens tegenaan loop, dan je hoeft ook niet alles altijd helemaal... Nee, maar als het echt grote zorgen zijn waar je echt wel iemands hulp bij moet gebruiken... dan vind ik het alleen maar mooi dat je het kan delen. Ja. En handig juist. Oké, stelling 4. Jezelf wegcijferen om een partner te helpen in dienst mentale gezondheid is soms noodzakelijk. Ja. Ja? Ik denk wel als je een relatie wil laten slagen... dat je soms dat je bereid moet zijn om jezelf en je behoeftes even aan de kant te zetten. Ik krijg hier dus best wel heftige reacties op van mensen die zeiden van... je moet jezelf nooit wegcijferen en dat soort dingen. Dat ik dacht van, maar dat is in sommige gevallen niet een keus. Ja, ik was dan nu niet meer bij elkaar geweest. Nee. Nee. Nee, maar dat ik denk dat je... Nou, maar wat is even? Wat is even wegcijferen? Aantal weken, maanden. Ja, een aantal weken, maanden denk ik ook inderdaad. Niet jaren. Maar iedereen ligt die grens natuurlijk ook weer anders. Zeker, hoeveel je zelf ook aan kan. Sommige mensen kunnen meer aan dan de ander, denk ik. En hoeveel je nodig hebt. En of dat je het misschien ergens anders vandaan kan halen. Bepaalde, dus als je niet kan praten met je partner... dat je dat wel met vriendinnen of met je ouders kan doen. Mm-hmm. Ja, dat is dus waar. Je moet wel voor jezelf blijven zorgen. Ja, dat is misschien een goede inderdaad. Want je moet voor jezelf blijven zorgen. Maar je kan soms wel, denk ik inderdaad... jezelf een klein beetje naar de achterkant zetten. Ik vind dat niet eens ongezond of zo. Ik denk dat het altijd nodig is in een relatie. De ene periode doet de een dat wat meer... en de andere periode de ander. Je kan het ook gewoon heel druk hebben met je werk. Dan laat je je partner natuurlijk ook gewoon wat meer met rust, toch? Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Maar het moet inderdaad niet te scheef gaan groeien. Dat is misschien inderdaad... je moet daar wel op letten. Maar dat lijkt me wel soms moeilijk. Ja, heel erg. Toch? Want het gaat ook om gevoel. En dan soms stretch je het dan toch iets te ver, weet je wel. Ja, geven en nemen in een relatie, denk ik. Als iemand alleen maar van je vraagt... om jezelf weg te cijferen, dan gaat op een gegeven moment loopt het gewoon stuk. Ja, sowieso. Dus het moet echt een beetje wel een balans zijn. En de laatste stelling?
Het stellen van duidelijke grenzen is noodzakelijk voor het hebben van een gezonde relatie. Deze vind ik moeilijk. Ja, vind je die moeilijk, ja? Want ik denk dat het waar is, maar en ik dacht ook dat ik dat kon, maar ik ben er niet zo goed in. Nee? Waar merk je dat dan? Omdat ik ook van tevoren allerlei dingen had bedacht hoe ik in een relatie wilde staan. En ik weet ook wat er nodig is voor een gezonde relatie. Mm-hmm. Maar als je er eenmaal in zit en het gaat niet goed met je partner, dan ben je toch heel snel bereid om dingen te laten gaan en om die grenzen op te schuiven. Ja. Waardoor je er toch uiteindelijk zelf wel last van kan gaan krijgen. Ja, dat is herkenbaar. Vooral als het steeds in kleine stapjes gaat. Ja. En dan aan het einde kijk je terug en denk je van, oh, ik heb wel heel veel grenzen nu verlegd. Maar is het iets wat je ook bijvoorbeeld van tevoren, als je dat doe je niet echt, maar dat je met elkaar een keer bespreekt van, joh, dit zijn mijn grenzen. Of is dat dan weer te zakelijk? Nou ja, je weet nooit hoe je voelt op dat moment. Ja. En dat gevoel verandert gewoon heel erg. En je kan ook misschien meer aan of minder aan. Dus het is heel lastig bepalen van tevoren, denk ik. En ook kan je het wel in je hoofd hebben van, nou, als dit gebeurt, dan maak ik er een einde aan. Ja, maar dat is moeilijk, want dat heb ik zelf ook wel eens gehad. Dat ik dacht van, ja, als het niet verder dan dit, dan moet ik het toch maar. En dan ga je toch weer nadenken van, ja, maar zo erg is het nu niet. Want je gaat het ook weer zalven ergens voor jezelf. Ja, maar je kan ook gewoon je dan verplaatsen in je partner. Dat je denkt, oké, het gebeurde vanwege deze redenen. Ik ben het er nog steeds niet mee eens. Maar goed, ik wil eigenlijk nog het liefst met je verder. Ja. Nou, dit waren de stellingen. Maar jij hebt natuurlijk best wel veel ervaring op dit gebied. Relaties en je hebt er boeken over geschreven. Je video's gaan daar ook grotendeel over. En daarin hebben we natuurlijk wel wat vragen die we aan je willen gaan stellen. Ik heb je boek gelezen, Stilte in bed. Sowieso heel erg openhartig en het leest heel fijn weg, vind ik. Nou, al een aantal dingen waar ik best wel benieuwd naar ben eigenlijk. Zoals dat jij in een huwelijk zat wat eigenlijk al voorbij en niet echt prettig was. Uiteindelijk heeft hij de knoop doorgehakt. En kun je er een beetje over vertellen waarom uiteindelijk die knoop is doorgehakt? Oh, joh. We gaan even terug, hè? Ik moet even even schakelen. Nou ja, dit is nou net hetgene waar ik minste antwoorden over heb, als ik heel eerlijk ben. Hoe dat ging. We zijn een jaar getrouwd geweest. En ik denk vanaf het moment dat we... Nou, we gingen trouwen omdat we gingen samenwonen. Ja. Dat was eigenlijk wel de beweegreden een beetje, om het gewoon in één keer goed te regelen. En we woonden naast elkaar en eigenlijk waren we heel gelukkig. Maar er waren een aantal dingen die niet klopten. Mm-hmm. En dat was enerzijds, seksueel sloot het niet aan. En omdat ik ben heel vrij op dat gebied en hij had dat veel minder. En daarnaast, hij kwam uit een heel traditioneel gezin. Waarbij er veel verwachtingen waren vanuit zijn familie. Ik kom uit een heel vrij gezin. Mijn ouders we zijn bijna nooit met z'n allen bij elkaar. En er kwam gewoon heel veel druk op onze relatie te liggen, omdat ik gewoon niet goed binnen in die familie paste. Ja, precies. In het kort uitgelegd. Ja. En die druk nam toe nadat we dus waren getrouwd en samenwoonden. Mm. En ook omdat het samenwonen, dat vond ik heel moeilijk. Omdat ik niet volledig kon ontspannen gewoon. En het klopte gewoon niet. Nee, dat voelde je aan. Ja, echt aan alle kanten klopt het niet. Dus en alle verwachtingen die ik had, die kwamen niet uit. En ik denk dat zijn verwachtingen misschien niet uitkwamen. En het was ook gewoon een moeilijk jaar, want mijn oma overleed. En daar had ik een hele goede band mee. Dus ik kreeg een soort burn-out. Dus alles kwam bij elkaar in dat jaar. Ja. En het stapelde heel erg op. En ik twijfelde ook heel erg aan onze relatie. Maar hij heeft toen eigenlijk... van het een op het andere moment in mijn beleving... is hij gewoon vertrokken. Ja, dat kwam heel onverwachts. Nee, als ik echt eerlijk ben... het ging niet goed, maar 2 dagen voordat hij vertrok... legde hij nog een briefje neer... hoe ontzettend gelukkig hij met me was... hoeveel hij van me hield... en dat we er samen uit zouden komen. Er waren problemen met zijn familie. Er was een soort confrontatie geweest... had ik gehad met een schoonzus... en dat zorgde voor heel veel gedoe... Maar waar ging die confrontatie over, als ik vraag mag? Het ging erover dat ik eigenlijk weer... Ik kwam haar tegen en nadat ik haar een tijd niet had gezien... en ik wilde eigenlijk proberen het contact te herstellen. Maar zij wilde dat alleen doen in groepsverband. Want je hoort het te functioneren als stel. En dat bij mij ging alle haren overeind staan. Dat ik dacht, je mag ook individueel zijn... en laten we gewoon eerst even relax samen even kijken. Wat ook wel logisch is op zich. Ik wil nu niet meer te negatief over die mensen praten, want het is heel lang geleden. Ik heb het echt achter me gelaten. Ja. Maar eigenlijk zorgde dat gewoon ervoor dat er dus een soort ruzie ontstond. Okay. Waaruit gewoon heel veel pijn kwam, ook van hun kant. Okay.
En bij, vanuit onze kant, want er waren natuurlijk meer dingen gebeurd inmiddels die me heel dwars zaten. Ja, ik heb me gewoon zo gruwelijk onder druk gezet gevoeld door die familie. En ik denk dat zij zich afgewezen hebben gevoeld door mij, omdat ik niet de aandacht en de tijd gaf of de energie had om in ze te steken. Ja, dus de verwachtingen van hun waren ook gewoon verkeerd in dat opzicht. Wat jij niet kon bieden of zo. Ik kon het niet. Nee, ik kon dat niet. En kijk, zij konden dat wel, maar zij konden gewoon niet goed begrijpen dat ik gewoon niet de type ben dat alles viert, dat bij elke verjaardag, en dat waren veel verjaardagen, en zwemdiploma's. Ook zwemdiploma's zelfs? Kerst, alles werd op een bepaalde manier gevierd. Ik kon dat gewoon niet volhouden. Nee. Nou, je raakt er al benauwd van als je het hoort. Tenminste, ik wel. Ja, zij hebben het ook niet echt. Ik zou het verschrikkelijk vinden, ja. Maar het was gewoon eigenlijk heel treurig. Maar het zorgde er dus voor dat er een soort ruzie ontstond. Ik denk dat we hebben nog een gesprek gehad bij zijn ouders. En dat heeft iets gedaan dus bij mijn ex. En hij is gewoon toen gestopt met communiceren. Oh, helemaal gestopt met communiceren? Nou ja, dat denk ik. Hoe kan je binnen 2 dagen ineens besluiten dat het over is, terwijl je dus 2 dagen ervoor nog zegt, oké, we gaan hier gewoon doorheen komen. Ja. Dit gaat wel goed komen, linksom of rechtsom. En ik was echt nog wel bereid om te investeren in zijn familie, maar niet op dat moment. Nee, precies. Maar hij dacht gewoon, dit wordt het niet. En hij had gelijk in dat wij niet bij elkaar pasten. Ja. Maar het was de manier waarop wat het traumatisch maakte. Ja, ik kan me voorstellen. Je voelde je ineens verlaten, denk ik. Dat gebeurde ook. En ik keek hem aan en hij was niet meer wie hij was geweest. En hij heeft, dus er is iets in zijn hoofd gebeurd. En dat we uit elkaar zijn gegaan is echt alleen maar goed geweest. Mm. Vroeg of laat was dat gebeurd. Ja. Maar dat iemand dus ineens zo kan omdraaien, terwijl je 4 jaar lang echt elkaar volop vertrouwd en heel goed kan praten. En hij heeft ook nooit goed kunnen uitleggen wat er nou is gebeurd in die 2 dagen. Ja, misschien was hij er al een hele lange tijd mee bezig voor zichzelf dan in zijn hoofd. En dan komt het voor de ander misschien heel onverwachts. Ik snap het ook wel, want als je daarvoor briefjes schrijft van dat ze er samen uit gaat komen, dat geeft een heel ander beeld. Ja. Maar kon hij zich dan heel makkelijk afsluiten opeens, omdat hij er al zo lang mee bezig was? Nou, dat is wel interessant wat je zegt, van dat je tijdens je relatie wel iets hebt gevoeld dat het niet helemaal klopte. Maar heb je ook wel eens gevoeld in je relatie dat je denkt van dit gaat niet voor altijd zijn? Nou, gevoelsmatig niet, want ik was echt heel gek op hem. Maar verstandelijk gezien dacht ik wel, dit is niet mijn leven. Okay. Dat heb ik wel vaker gedacht, inderdaad. En waarom? Ja. Nou, omdat ik dus het echt met niks gelukkig was. Eigenlijk niet met het samenwonen, ook niet meer hoe het tussen ons ging. Het was ook niet meer wat we hadden gehad daarvoor. Had je niet dan wel zelfs het idee dat je dacht van, nou ja, misschien moet ik er een punt achter zetten? Of? Ja, en ik ben een paar keer heel kwaad geweest. Dan ben ik ook weggereden en gezegd, ik kap ermee. Oh, okay. Dat zo hoog liep het wel op een gegeven moment. Maar ik meende dat uiteindelijk niet. Het was gewoon echt wanhoop. Je hoopte dat hij er ging veranderen dan of zo? Ja, als je dat deed, ik wist, ik kon gewoon geen kant op. Ik voelde me ook zo gevangen gehouden. Ik heb ook wel eens echt in mijn auto gezeten dat ik wegreed en in de polder parkeerde. En niet terug naar huis wilde en nergens heen kon. Ja, ja. Dan heb je best wel eenzaam er ook zo, denk ik, ingevoeld. Ja, heel erg. Ja. Ja. Ja, dus het was niet meer wat we hadden. Nee, het was echt vanaf het moment dat we gingen samenwonen, is er zoveel veranderd. Mm-hmm. En achteraf, want we hebben nog wel eens contact, toen hebben we ook gezegd van, nou, als we dat niet hadden gedaan, waren we veel langer nog bij elkaar gebleven. Als je niet getrouwd was? Ja, niet getrouwd en niet gaan samenwonen. Ja. Dat legt er dan gewoon een druk op. Van beide kanten ook? Of? Ja. Okay. Ja, van beide kanten ook. Ja. Dus, maar uiteindelijk hadden we het nog niet gered, hoor. Nee. Ik was toen ook een heel ander mens en ik denk hij ook. Ja. En soms ontmoet je ook iemand op het juiste moment en dan geeft diegene wat je nodig hebt en dan is het gewoon goed na een periode. Ja, denk ik ook inderdaad. Ja, soms heb je een persoon in je leven nodig op dat moment en is het ook de goede timing misschien en leer je ook weer heel veel over jezelf en de ander ook weer over zichzelf. Ja. En dan ga je uiteindelijk uit elkaar, maar dan heb je wel veel geleerd en dan kan je dat weer meenemen naar een volgende relatie. Ja, 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 die dan misschien wel echt voor de langere termijn is. Ja, precies. Maar het is dan wel de kunst om goed uit elkaar te gaan. Ja, ik heb daar nooit zo. Ja, heb jij er moeite mee gehad met uit elkaar gaan? Ja, dat is nooit makkelijk natuurlijk. Nee. Nee, maar ik denk. Nee, goed uit elkaar gaan. Sorry, dat. Goed uit elkaar gaan. Ja, heb ik maar 1 keer gedaan eigenlijk van de 3 relaties. Kunnen we een aparte podcast over maken? Kan je daar iets over zeggen?
Goed uit elkaar gaan, ja. Dat als je beide volwassen en samen wel weet dat het niet gaat werken. Ja. Maar als de ene voelt het gaat wel werken, of de ander die heeft spijt van iets of wat dan ook, en die wil het goed maken en jij bent er klaar mee, dan wordt het gewoon toch een soort van onprettige beëindigen van de relatie. Ja, kan mentaal ook zwaar zijn trouwens, hoor, moet ik zeggen. Nou, heel erg. Maar dat is toch ook gewoon al lang bewezen wat liefdesverdriet in een break-up doet. Dat ja. het zo alle grond onder je voeten wegslaat. Ja, en ook, we zijn ook natuurlijk biologisch gemaakt dat je bij een groep wil horen. Dus als je wordt verstoten, dat is eigenlijk de ergste pijn die een mens kan voelen. Ja, dat kan ik beamen, want ik heb ook wel vaker, ik heb het voor mij ook in mijn boek geschreven, dat ik dat mijn relatie uitging, dat ik dat heftiger vond dan dat mijn moeder overleed. Ja. 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 En denk je dan ook dat het heftiger is als je verlaten wordt? Of dat het allebei een... Ik denk wel dat het voor degene die verlaten wordt wel nog ietsje pittiger is. Want degene die verlaat, die is daar of langer misschien soms bezig geweest in de hoofd. En dat hoeft bij degene die verlaten wordt niet zo te zijn. Nee, precies. Ja, en je bent alle grip kwijt. Ja. 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 Hoe was dat? Want je had een huis gekocht, je bent getrouwd. En dat zijn allebei twee dingen die ik eigenlijk, als je jou kent, misschien niet helemaal bij je vindt passen in eerste instantie. Klopt. Hoe voelde dat dan? Voelde dat juist fijn ergens ook, omdat je het weer vrij was? Of voelde het juist... Ja, wat voelde Nou, op dat moment was vooral heel veel angst. Want ik had ook echt helemaal geen poot meer om op te staan. Al mijn spaargeld zat in dat huis natuurlijk. Ik kon daar niet blijven wonen, want ik kon de hypotheek niet betalen. Mijn oude huis was verhuurd. Dus ik kon echt geen kant op, voor mijn gevoel. En ik heb wel heel veel geluk gehad, want de huurder van mijn oude huis had een nieuwe vriend en wilde na een half jaar weer weg. Dus, en ik kon met mijn ex afspreken dat ik er dan nog een half jaar zou blijven wonen. Nee. Maar het was wel het ergste half jaar van mijn leven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Het huis was ook nog niet af, dus je zit in een onaf huis wat je ging bouwen met je ex. Mm. Je kan niet verder dan een half jaar. Je staat toch stil, hoe dan ook. Elke keer word je er weer mee geconfronteerd met alles. Elke keer als je naar... Wat had ik ook toen? Ik inderdaad een relatie... Dat elke keer alles wat je ziet, dat herinnert je. Maar dat kan je nog weghalen. Maar als je een huis samen hebt gekocht, dan is alles een herinnering. Soort van, ook al is het kort. Omdat je... Het is niet een huis waar je nog alleen hebt gewoond of zo. Nee, en je weet ook dat je er niet blijft wonen. Dus je gaat er ook geen nieuwe gelukkige herinneringen opbouwen. Nee. En dan inderdaad gaan scheiden. Ja, waarom ik ben getrouwd? Niemand snapt het. Nee. Maar ik vond het destijds, ik was 27 en het voelde toch wel als een soort erkenning. En dat kreeg ik heel erg van hem. Mm. Want ik was toch ook wel heel onzeker en ik voelde me... Ja, ik had ook nog best wel wat issues en het gevoel ook dat ik het eigenlijk niet waard was in een relatie of zo. Of iemand die echt voor me ging. Ja. Toen leerde ik hem kennen en hij was dus... hij was wat ouder. Hij had gewoon een heel duidelijk beeld hoe een relatie hoort te zijn. Mm. En enerzijds paste dat dus totaal niet, maar anderzijds gaf me dat heel veel zelfvertrouwen. En ik kreeg heel veel warmte van hem. Okay. En dat hij dan wilde dat ik zijn vrouw zou worden, dat gaf mij een gevoel van erkenning. Toen we eenmaal getrouwd waren, toen bleef ik gewoon mijn vriend zeggen. Maar ja, oké, okay, toch... dus je hebt het nooit erkend. Nou ja, ja en nee. Nou, ik kon me er nooit mee identificeren. Okay. Net zoals ik me nu niet kan identificeren dat ik gescheiden ben. Ja, je bent een gescheiden vrouw natuurlijk. Dat is dat niet te bevatten. Nee. Nou ja, wij zijn ook allebei verloofd geweest, dus op zich. Dat voelde trouwens mooi te worden, moet ik zeggen. Nee, hè? Nee. Nee, dat is wel een soort van, dat haal je wel een beetje naar beneden voor jezelf of zo. Omdat het niet, voor je gevoel niet bij je past. Ja. Nee. Ja. Oh ja? Vind je het niet bij je past om verloofd te zijn? Nee. Nee, gaan jullie niet... Ik hoor het nu net. Ik zou nooit zeggen... Staat het hier? Ik zou nooit zeggen, dat is mijn verloofd. Dat is wel ongemakkelijk. Ik vind het heel ongemakkelijk als mensen dat ook zeggen trouwens. Dit is mijn verloofd. Ja, er zullen vast mensen zijn die dit luisteren of kijken. Ja, misschien wat... Ik vind het schattig eigenlijk. Ja, misschien is het ook... Het is ook meer ons ding, denk ik, of mijn ding, dat ik dat een beetje ongemakkelijk vind. Ik denk dat wij er nooit van gedroomd hebben van... Oh, we gaan trouwen. Verloven eerst. We gaan trouwen. En een huis kopen of wat dan ook. Dus dan voelt het misschien ook ongemakkelijk om erover na te denken dat je... Ik vind het altijd ongemakkelijk als mensen me verbeteren als ik dan zeg, oh, je vriend of vriendin, en terwijl het dan de man of de vrouw is. Dan denk je, maakt dat uit? Is dat erg? Ja. Maakt dat uit? Maar ja, goed. Dat is voor iedereen natuurlijk denk ik ook anders. Het is een soort van verbintenis die met elkaar aangaat. En sommige mensen voelen dat misschien heel sterk. Dus dat vind ik dan ook wel mooi op zich. Maar ik vind dat ik kan mezelf er gewoon niet zo goed in identificeren. Het kan ook status zijn, hè? Ja, denk je? Ja, tuurlijk wel. Ja? Ja, het is toch wel een soort status als je bent getrouwd, denk ik. Dat het erkenning geeft van jou als mens. Dat iemand dus dusdanig veel om jou geeft. Dat je
voor de wet bent verbonden aan elkaar. Ja, begrijp ik wel hoor. Er zijn ook mensen die dan niet getrouwd zijn, uiteindelijk toch gewoon als mijn man gaan zeggen of als mijn vrouw. Ja? Gewoon voor het gevoel van dat vinden ze dan erbij horen, want ze zijn die leeftijd en. Nou, ik ken ook een stel dat uit elkaar is gegaan, want zij wilde per se trouwen en hem haar man kunnen noemen in plaats van haar vriend en hij wilde dat niet. Ja. Ik vind als je om iemand geeft dat je en iemand wil dat heel graag, zou ik het prima vinden. Gewoon op een maandag. Dat deden wij ook, ja, maandag. Ja. En daarna zijn we gelijk naar Ibiza gegaan. Dus ook dat was al niet... En niet heel de familie was erbij, dus dat was al... Dat is wel... Dat een grote familievakantie moeten worden. Nee, de trouwerij op de trouwerij niet, Tuurlijk, ja. Ja. Vakantie. Ja, daar zijn mensen gevoelig over inderdaad, als je niet op een trouwerij wordt uitgenodigd. Er komen dingen bij kijken, had ik nooit van tevoren kunnen denken. Eigenlijk was het hypotheekadviseur die tegen ons zei van... Nou, als je dit snel wil regelen, moet je gewoon even trouwen, voor de grap. En wij keken elkaar aan van, nou ja, prima. Waarom niet? We blijven toch bij elkaar. Ja, de verwachtingen die daar omheen hangen, hoe het hoort te zijn, wat je hoort te doen. Nou, echt, ik had dat nooit kunnen bedenken van tevoren. Nee, noem eens wat op dan. Wat nou dan? Ja, je hebt toch allemaal van die... Als iets traditioneel is, dan is het wel een bruiloft. Ja. Weet je wel, met something borrowed, something blue, weet ik veel. Oh. Vrijgezellenfeesten. Oh, dat kent hij niet. Nee, dat ken ik ook niet. Something borrowed, something blue. Alleen al de uitnodigingen. En dan inderdaad dat je daar allemaal bent. En dan een feest. En geld wat je krijgt. En bedankbriefjes die je hoort te sturen. En dat wilden wij allemaal niet. Maar dat is wel het beeld wat mensen hebben. En je doet de familie iets aan als je het niet viert. Ja. Jeetje. Ja, dat doet jouw familie ook iets anders wat nooit gaat? Ja, ze kijken er nu al naar uit. Ik vind het, misschien kom ik dan echt wel een beetje krenterig over, maar ik vind het gewoon een hoop geld voor een dag. Ja, is het ook? Zo, ja. Dit is echt onzin. Ja, toch? Ja, dat vind ik hoor. Ik vind maar, ook. En kan me wel voor, kijk, ik kan me voorstellen als je het echt heel leuk vindt en zo. Maar ik haal daar geen voldoening uit om een feest te vieren. Bijvoorbeeld, daar haal ik geen. Weet je wat, dan vind ik gewoon, sta ik daar met een drankje en staan mensen tegen me aan te lullen. Ik vind ze aardig, maar ik heb liever dat ik ze één op één spreek. Ja. Dus dan denk ik, ja, waarom sta ik er dan? Precies zo, inderdaad. En ik ben ook heel blij als ik niet voor een bruiloft word uitgenodigd. Ik ook. Ik echt? Maar nog erger is een baby shower. Ja, dat lijkt me helemaal niks. Maar goed, ik weet niet of ik daar snel voor uitgenodigd zou worden. Maar, maar goed, okay. Een beetje sidetrack misschien. Ik ben wel benieuwd, je bent een tijdje vrijgezel gebleven na je relatie. Was dat een bewuste keuze? Achteraf gezien denk ik het wel. Wel, op dat moment dacht ik dat ik wel heel open overal in stond en voor open stond. Maar dat was niet zo. Nee. Ik ben 4,5 jaar single geweest. Het waren 4 heel ontspannen jaren. Ja? Ja, het duurde wel een jaar voordat ik echt alles had verwerkt. En ik ben wel heel veel gaan daten. Ja. Hè, serial dater. Maar ik heb niemand echt dichtbij laten komen. Bewust ook wel? Nou, ik denk onbewust. Ja. Maar wel omdat ik het eigenlijk niet wilde. Nee. Nee, ik vond het zo overzichtelijk en zo relaxed alleen. En dat er niks wordt verwacht van je. Dat je helemaal je leven kan vormgeven zoals je het wil. En ik miste het ook gewoon niet heel erg. Nee? Nee, ja, het is best wel moeilijk hoor. Om een goede relatie aan te gaan en je echt weer helemaal te geven. Zeker na zo'n ervaring. En ik wist ook al dat ik bepaalde dingen niet meer wilde. Zoals samenwonen zag ik echt niet meer zitten. Of trouwen of kinderen. Dan al heel snel als je gaat daten, dan krijg je daar gesprekken over. En dan moet je dat gaan verantwoorden. En denk je, joh, ik begin daar al niet eens meer aan. Ja, je gaat na een relatie, ga je eigenlijk allemaal soort van regels voor jezelf opstellen. Van nou, ik ga niet meer samenwonen. Of ik ga pas samenwonen als dit of dat of dit voel. En openstellen sowieso voor een nieuw iemand blijft eng. Er komen allerlei verwachtingen bij kijken. En je hart kan weer gebroken worden. Ja. Uiteindelijk dacht je van, nou, ik wil hem toch wel weer gaan openstellen. Nou ja, er kwam natuurlijk nog wel een man op mijn pad waar ik een tijd een niet-exclusieve soort relatie mee heb gehad. Komt dus ook voor in het boek natuurlijk, de oudere man. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, dat was wel... Dat beschouwde je wel als een soort van relatie? Nou ja, kijk, als je natuurlijk... 2 jaar met elkaar omgaat, wel met tussenposes. Oh, okay. Maar dat was wel iemand die wel in mijn leven was. Mm. En waar ik heel veel uithaalde. Mm. Wat ik nodig had ook om dat huwelijk ook te verwerken en alles wat erbij kwam kijken. Die man waar je het over hebt, waar kende je die dan van? Ik interviewde hem en toen was er gelijk wel heel veel chemie. Maar het was ook een beetje fout. Want hij was 25 jaar ouder en ik wist gewoon, het was gewoon iemand die al een reputatie had dat hij jonge vrouwen verslond. Verslond. Oké, okay, ja. Nou ja. En we hadden gewoon de pas. Hij maakte iets in me los wat gewoon heel erg
vast zat, denk ik. Vooral seksueel gezien. Maar ja, als je dan langer met elkaar omgaat en hele dagen met elkaar optrekt. Het was niet alleen maar. Het ging niet alleen maar om seks. Oké. Dus we spraken af en dan waren we dus hele dagen bij elkaar. En dan hadden we het er overal over. En dan had hij alle aandacht, alle tijd voor me. En dat, ja, dat duurde best wel lang. Maar ik wist dat ik een van zijn drie vaste vrouwen was. Oh, vond ik harem. Ja, een beetje wel. Want daarnaast had hij dan ook nog wat losse contacten. Dus het was echt een man waarvan ik al wist, nou, daar hoef ik al niet eens aan te beginnen. Nee. Maar dus het ging echt om die momenten dat we bij elkaar waren. En daarna kon ik het ook loslaten. En het voordeel was ook, ik hoefde me natuurlijk nergens voor te schamen. Want je bent niet bezig met een toekomst bouwen. Je hebt niks te verliezen. Nee. Dat is natuurlijk totaal ook niet, voelt niet eng of zo om met zo iemand contact te hebben. Want je weet toch dat het niets gaat worden van een relatie. Ja. Dus dan ligt die druk ook veel lager. Ja, er was helemaal eigenlijk geen druk. Ik mezelf oplegde misschien. Ja. Ja. En dat was eigenlijk heel helend dus voor me. Ja, ik kan me wel voorstellen ergens inderdaad. Dat je een soort van, je kan alles laten gaan in die zin. Ja. En alles wat een soort van misschien conventioneel is en zo, dat laat je gewoon gaan. Zeker. En dan kan je gewoon iets nieuws even proberen. Ja zeker. Ja. En heel erg experimenteren. En het was gewoon heel erg gekaderd. Ja. Dus want ik was natuurlijk wel gek op hem. Mm. Ik moet iets voelen voor iemand om überhaupt seksueel te kunnen zijn. Ja, ja. En dat had ik bij hem heel erg. Mm. Dus ik wist ook dat hij andere vrouwen zag. En ik had die behoefte eigenlijk helemaal niet zo aan andere mensen. Nee, okay. Maar ik wist ook dat het tijdelijk was dus. Ja, en daarna ben je eigenlijk toch weer iemand tegengekomen. Ja. Terwijl ik weet van je dat je zelf dacht van ik blijf voor altijd single. Ja, dat klopt. Het had ook wel een klein beetje met corona te maken. We kwamen natuurlijk in een lockdown en toen kwam ik erachter hoeveel ik haalde uit mijn sociale contacten. Mm. En dan ineens is dat weg. Dan zie je je vriendinnen niet meer, je kan de deur niet uit. En dan ineens denk je, misschien ergens mis je toch zorgen voor, kunnen delen en misschien gewoon liefde. Dus er begon al wel iets te veranderen tijdens de coronacrisis. En toen daarom ook weer Tinder geïnstalleerd. Ja, je kon toch niet weg. Mm. En toen had ik ineens een match tussen die 1000 die eruit sprong. 1000? Die 1000 die eruit sprong? Ik had iets van 1000 matches inmiddels verzameld. Matches? Wow. Ja, joh, dat is niet voor vrouwen niet zo moeilijk. Ja, maar matches, dan moet jij dus ook diegene denken van prima. Ja, maar dit ging over 4 jaar, hè? Oh, 4 jaar. Over 4 jaar 1000, nee, dat valt wel mee. Ik dacht dat je misschien 2 weken erop zat en dat je dan gelijk 1000 matches had. Zo, dat is wel heel veel. Verzamel je dat? Waarde iedereen gewoon. Oh ja. Bij haar ook wel eens gehoord dat ze gewoon echt. Wat was het nou? Je was er 2 weken op en had je 7000 mensen die in ieder geval geïnteresseerd waren. Ja, ik had zo'n abonnementje genomen. Want ik had geen zin om te swipen. Dus ik denk, ik wil gewoon kijken naar iedereen die mij sowieso al geswiped heeft. En dan moest je gold nemen, geloof ik. Ja, gold, ja. En dat was dan over wel, denk een periode van een paar maanden of zo. Een paar maanden. Ja, ja. Okay. En dan stonden er 6000 te wachten. Dat is toch goed voor je ego, toch? Ja, maar voor vrouwen blijkt het dus echt heel makkelijk te zijn. Echt, voor mannen is het echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb echt drie mensen die misschien naar je geswiped hebben. Ik heb jou voorbij zien komen. Echt? Ja. Oh. Ja, toen was je denk ik net single. Ja, toen zat ik erop. Dat zou kunnen. In 2019 dan, ja, denk ik. Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat klopt. Oh, die zit ook op Tinder. Ja, dat verwacht ik al. Ja? Dat verwacht je van iedereen die single wordt. Denk je, het is een kwestie van tijd voor ik je voorbij zie komen. Ja, toch even Tinder kijken. Tinder was dus geen ding toen ik een relatie kreeg. Want toen was het er nog niet. Nee. Dus ik was er wel nieuwsgierig naar. Dus we tinderden er wel eens voor anderen. Ja, het is wel leuk om te doen. Ja. En toen inderdaad de relatie over was, toen dacht ik, ja, ik moet wel even wachten ermee. Mijn vrienden van mij zeiden tegen me van, jij moet doen nou maar gewoon. Maar ik dacht van, ja, ik vind dat toch niet helemaal chic ook. Terwijl ik was gedumpt, dus op zich, ja, maak ik geen reet. Maar ik vond het ook niet, ja, ik was er nog niet helemaal klaar voor. Toen ik erop zat, dan vond ik het wel leuk. Maar ik moet zeggen, ik vond het ook weer niet leuk. Want voor mannen is het gewoon niet zo makkelijk. Nee. Maar goed, jij ontmoette iemand via Tinder. Ja, ja. En hij zei gewoon hele andere dingen dan dat ik gewend was. Oh. Niks standaard. Wat dan? Hij begon met, hoi Sophie, heb je even, want ik ben aan het bingoen. Oké. Dus ik vroeg, en heb je wat gewonnen? Hij zei, nee, ik win nooit iets.
hij zat er zo dus letterlijk ja, thuis dus met een vriend mee te doen via... Oh, maar hij zat echt... Ik dacht dat het een grapje was. Ja. Dat het een opening was, ja. Maar het was echt serieus. Ja. Okay. Maar daarna bleef hij dus dat soort random dingen sturen. Dat hij in de supermarkt liep en dat een oud vrouwtje... dat hij per ongeluk iets verkeerds had gezegd. Dat hij zich schaamde. wat is dit voor gast? Ja, het is wel met humor, het is wel goed. Ja, gelijk. Heel veel humor. En op een gegeven moment vroeg ik aan hem van... of je bent heel leuk, of je bent heel vermoeiend. En toen zei hij, ga maar uit van de tweede. En toen dacht ik, ja, je bent echt heel leuk. En nu zijn jullie al 2 jaar bij elkaar, toch? Ja, al meer dan 2 jaar inmiddels. Ja. En je hebt er video's over gemaakt, dus we kunnen er ook over vragen. Ja. Waarom je ook gevraagd hebt voor deze podcast... is omdat je ook wel ervaring hebt met... dat bij de ander het niet goed gaat. Ja, dat klopt. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Hij heeft depressies. En ik denk dat het daar het meest om gaat... Zit nog wel meer omheen. Dan kom je natuurlijk ook steeds meer achter waar dat dan vandaan komt. Maar al op de eerste date zei hij al tegen me van... ja, ik ben niet altijd gelukkig. En ik ben ook best wel complex. Maar hoe ongelukkig hij precies was en wat hij bedoelde... daar praat hij heel erg omheen. Mm-hmm. En ik dacht, nou ja, het schrok mij niet af... omdat ik natuurlijk ook veel heb meegemaakt... En ik dacht, ja, ik sta overal voor open. Dus dit zijn niet dingen die bij mij alarmbellen doen afgaan of zo. Nee. Maar het was na een maand of 5 dat we bij elkaar waren... dat hij echt een beetje begon in te storten. En toen dachten we eerst nog aan een burn-out... maar het was gewoon echt een depressie. Okay. En zo begon het. Zo begon het eigenlijk. Ja. En hoe staat het er nu voor? Want dit is nog niet zo lang geleden, toch? Nou, de eerste depressie, ja, jawel. Dat was, toen waren we dus pas 1,5 jaar samen. Oké. Ja. En dat duurde toen, denk ik, ongeveer 1,5 jaar wel. Oh, ja. 4-5 maanden voordat hij weer een beetje zichzelf werd. Hij heeft ook wel veel veranderd in zijn leven. Hij is gestopt met zijn werk. Hij is voor zichzelf begonnen en dat hielp allemaal wel. Maar toen, toch eind vorig jaar, dus toen waren we 1,5 jaar bij elkaar. Toen begon het wel weer. En deze keer was het hardnekkiger. Ja, waar merkte u dat aan? Ja, dat hij zich veel meer terugtrok en mij ook veel meer buitensloot. Dat deed hij de eerste keer niet. En dat vond ik het allermoeilijkste. Dat buiten gesloten worden en dat je ook niet meer weet wat je moet doen. Want je weet, hij voelt zich beter als hij je ziet. Maar eigenlijk wilde je niet zien of wilde hij niemand zien uit schaamte of uit angst of wat dan ook. Dus in hoeverre geef je iemand de ruimte? Wanneer ga je wel pushen? Ja. Want in die rol kreeg ik een beetje... Ja. Ook omdat ik de enige was met wie hij het echt deelde... voelde ik me heel verantwoordelijk. En op een gegeven moment wist ik echt niet meer wat ik ermee aan moest. Maar ik kreeg hem gewoon niet aan zijn verstand... dat je alles kan zeggen tegen me. En dat ik hem nooit zou veroordelen... en dat ik hem altijd zou respecteren... en alleen maar wil helpen op een manier wat bij hem past. En dat hij gewoon zichzelf kan zijn. Ik weet niet of dat een kwartje nu is gevallen. Ik hoop het. Mm-hmm. Maar heb je het gevoel dat het kwartje een beetje begint te vallen? Ja. Okay. Ja, er is nu wel echt wel gelukkig eindelijk een soort kentering. Okay. Dat zie ik gebeuren. Dus ik ben ook heel blij toch dat we hebben volgehouden allebei. Mm-hmm. Want er waren echt wel een aantal momenten waarop het logisch was geweest... als we ermee waren gestopt, denk ik. Ja, je hebt het ook wel vaker gezegd. Voor de mensen die het niet weten, maar wij hebben wel vaker contact met elkaar. Dus we weten ook wel iets meer. En het is ook wel een paar keer dat je... twijfelde er. Nou ja, ik werd er zo verdrietig van. Ja. En je voelt je zo wanhopig. Maar tegelijkertijd weet je ik neem hem niks kwalijk. Zeg maar, in de issues die hij heeft en niet eens in de keuzes die hij maakt. Want ik snap ook weer waar het vandaan komt. Ja. Dat hij gewoon, gewoon heel erg veel is verlaten in zijn leven. Ja. Dus, maar vanwege die angst dat zou gebeuren, daardoor saboteert hij de relatie eigenlijk. Dus het is dan ook gewoon toch volhouden en blijven herhalen van ik ben er. Ja. Is het ook niet lastig, juist omdat je zo goed kan inleven en begrijpen waar het vandaan komt, om dan aan jezelf te blijven denken? Ja. Ja. En dan zijn er heel veel vrienden die zeggen, joh, je moet hiermee stoppen. Mm. Maar dat helpt ook niet. Nee. Eigenlijk wil je dat niet. En dat maak je ook heel erg in de war. Mm. Dus waardoor ik ook niet meer de juiste keuzes maak op een gegeven moment. Nee, dat is het heel lastig aanvoelen. Waar leg je die grens van, nu gaat het bij mij niet goed, dus stoppen ermee of... je wilt het volhouden, want je ziet dat het... Je bent natuurlijk gek op elkaar. Ja. Je ziet ook dat er heel veel moois is om voor te strijden samen. Ja, heel erg. Ja, zeker. Ja, ik geloof echt heilig gewoon in de basis die we hebben. Ja. En hij ook. Ja. Maar het is gewoon net
hoe we met deze dingen... We moeten er anders mee omgaan. Ja. Met de dingen waar hij tegenaan loopt vooral. Mm-hmm. Nou, ik vind het knap voor je hoor, dat je zo... Er zijn wel momenten, ik me kan voorstellen dat je denkt van... Nou, nu ben ik er wel echt klaar mee. Nou, eigenlijk dus niet. En ik vond dat ergens heel zwak van mezelf. Dat ik dacht van, hoe ver laat ik dit komen? Want er zijn wel een paar dingen gebeurd... waar hij me ook echt heel erg mee heeft gekwetst. En dat ik dacht van, eigenlijk ben ik niet die zelfstandige... zelfverzekerde vrouw dat ik nu nog steeds met hem door wil gaan... Maar ja, dan zag ik hem weer en dan begreep ik weer dus waardoor het kwam. En ik in mijn eigen gevoel wilde hem. Maar dan heb je dus wel zelf wel ergens weggecijferd. Ja, en ook kleiner laten maken dan dat ik ben. Ja? Ja, jawel. Laten maken? Nou ja, dat laat je gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Mm-hmm. Dus, maar het is moeilijk grenzen aangeven, dus dan soms. Zeker, en zeker als er heel veel gevoel bij komt kijken, is dat heel moeilijk. Kijk, als jij al dacht van, ik weet het niet helemaal zeker, dan is het misschien wat makkelijker. Zeker. Als je misschien op dat punt een beetje komt dat je denkt, nou ja, als nu, dan ben ik er wel echt klaar mee. Maar als je echt helemaal in dat gevoel zit en denkt van, ja, maar dit is wel, ik zie dat als dit goed gaat, dat dit gewoon een hele mooie tijd met ons kan, dan is dat veel moeilijker. Ja, ja en gewoon het gevoel er klaar mee zijn, dat heb ik gewoon nog nooit gehad. Nee? Ondanks alles, nee. Nee, ja, nou jawel, van ik zou ermee klaar moeten zijn. Of dat het gewoon heel erg pijn deed. Of dat ik ben een paar keer heel kwaad geworden om dingen. Maar niet in de zin dat ik dacht, nou, ik hoef hem niet meer te zien. Nee? Nee, en eigenlijk is dat waar ik nu wat meer op afga. En want hij heeft hetzelfde. Ondanks alles heeft hij ook nooit mij willen verlaten. Of, dus het gevoel voor elkaar is altijd hetzelfde gebleven. Ja. Maar het is meer dus je gaat dan reageren op gebeurtenissen of op bepaald gedrag. Maar als je snapt waar dat vandaan komt. Je snapt ook echt waar dat vandaan komt. Ja, ik snap. Ja, en hij is ook niet slecht. Ik wil hem niet nu als slechte man neerzetten. Of, nee, snap ik. Hij heeft nooit bewust dingen gedaan om mij pijn te doen. Het gaat niet om vreemd gaan of iets dergelijks. Nee. Maar gewoon keuzes die gewoon niet heel goed of gezond waren. Dat misschien nog zegt, inderdaad. Ja. Misschien zou dat er wel over kunnen komen. Ja, dat is absoluut niet zo. Nee. Maar ik vind het wel heel knap dat je er ook zo naar kan kijken. Want ik denk ook... Als je situaties natuurlijk aan vrienden of familie vertelt... die vinden altijd dat je voor jezelf moet kiezen. Ja. Zo van als het slecht voor jou is, dan moet je ermee ophouden. Dat is makkelijk om te zeggen ook. Ja, maar ja, dat zou je misschien automatisch... als het een vriendin of een vriend van je is... zou je dat automatisch doen van wat jij... is ook belangrijk om aan jezelf te denken. Ja. Als je echt het gevoel hebt van... we kunnen samen iets heel moois hebben... en dat je daarvoor strijdt, doe je het uiteindelijk ook voor jezelf natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En zo voelt dat dus ook. En ik heb ook die andere rol gehad bij vriendinnen... dat ik zei, waarom blijf je bij hem? Ja. Hij doet je alleen maar pijn. Dus je gaat eraan kapot. Mm. Weet je, alsjeblieft, kies voor jezelf. Mm. En nu snap ik ook beter waarom bepaalde vriendinnen... dan toch bij zo'n man bleven. Ja. En dit geldt natuurlijk niet voor huiselijk geweld, hè? Nee, dat is wel goed om te zeggen, inderdaad. En het is nog moeilijker vaak om daarbij weg te gaan... omdat het vaak komt omdat je dan een trauma verleden hebt... en het is... vaak dus daardoor herkenbaar. Vaak vrouwen die zijn mishandeld, die krijgen een man die is ook weer mishandeld. Want het geeft een soort van zekerheid, ze kennen dat. Mm. En het schijnt ook door pijn en door angst, dat maakt ook het knuffelhormoon aan, waardoor je bindt aan een dader als vrouw. Okay. Dus dat is een hele andere situatie dan waar ik in heb gezeten. Ja. Nee, dit gaat echt om gewoon mentale problemen zoals depressie en... somberheid. Het is heel makkelijk om dus te zeggen, joh, kies voor jezelf. Dit is geen goede relatie. En ik snap dus ook dat mensen dat goed bedoelen als ze dat zeggen. Maar het is niet altijd de juiste keuze, denk ik. En misschien niet altijd fijn ook om te horen. Nee, want ik voel me op een gegeven moment schuldig dat ik nog steeds bij hem wilde zijn. Zo maar toch blijf je het wel delen. En ook in YouTube-video's deel je ook veel daarover. Ja, eigenlijk heel weinig hoor. Ja, veel als in... Nou, toch vind ik het wel wat... Misschien, je deelt niet alles wat er gebeurt, maar je bent er wel open over. En dat is ook al iets wat niet veel gebeurt. Ik heb het gevoel dat ik te weinig deel, als ik eerlijk ben. Ja, omdat jij misschien het gevoel omdat er zoveel meer nog... Jij, deelt zelfs de eerste keer dat je potentieel seks gaat hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je het gevoel hebt dat je meer moet delen. Maar je deelt eigenlijk voor heel veel mensen heel veel al, hoor. Ja, want je stelt je echt open voor kritiek eigenlijk. Want iedereen vindt ergens wat van. Wat jij vertelt... heeft iedereen wel een mening over. Dus ben je dan niet bang dat dat ook een beetje je beïnvloedt... als je dat zoiets deelt of vind je het alleen maar belangrijk? Nou, dat valt me dus heel erg mee qua reacties die ik krijg. Ja, ik had dat ook wel verwacht. Maar ik krijg eigenlijk alleen maar hele begripvolle... en ook vrij voorzichtige reacties. Okay. Ja, dus eigenlijk niemand die heeft gezegd van... oh, jullie kunnen beter uit elkaar gaan... of hij is niet goed voor je of andersom. Ook niet in een DM of zo? Nee, DM's krijg ik heel veel van mensen... die dezelfde situatie hebben. Vind ik soms heel lastig om daarop te reageren. Snap ik, Mm-hmm. Want dan weet je soms ook niet wat mensen willen horen of zo. Maar
ik denk dat, dat we misschien naar de buitenwereld wat harder zijn dan dat we voor onszelf zijn. Dus dat jij tegen een vriendin zou zeggen van, nou, kap ermee, is niet goed voor jezelf. Maar dat je in, als je in een relatie zelf zit, dat je denkt van, dat je nooit zo makkelijk die, zo tegen jezelf zou zeggen, je moet ermee kappen. Nee, dus, je gaat het altijd zalven, denk ik, voor jezelf. Dus als mensen zo'n situatie zien zoals jij beschrijft op een video, dat ze ergens wel naar zichzelf kijken en denken, ja, zo zou ik misschien ook reageren. Of... Ja, ik merk ook wel dat als je open bent over dingen waar mensen niet zo snel open over zijn, dat mensen ook wel... Kijk, er zijn altijd wat mensen die er toevallig op komen en je een aansteller vinden, maar ik denk dat heel veel mensen het juist alleen maar heel erg waarderen dat je er open over bent. En ook al ben je er misschien niet open genoeg voor je eigen gevoel over, dat kleine beetje kan mensen al helpen om misschien bij zichzelf na te denken van, joh, dit heb ik ook en zij heeft het ook. En dat vind ik wel fijn dat iemand anders daar ook iets over zegt, want dan voel ik me niet zo alleen. Ja. Dat heb ik in ieder geval gemerkt bij mensen. Ik heb dat zelf niet zo ervaren, maar ik zie wel veel mensen die dat zo voelen. Van inderdaad, ik ben niet alleen dat je dit deelt. Ik voel me niet alleen, want ik kijk tegen je op of zo als je naar iemand kijkt. Ja, klopt. Maar diegene heeft daar ook last van. Ja, dat klopt inderdaad. En het is ook, als ik kijk naar mijn vriendenkring, dan heeft bijna iedereen wel moeilijke periodes of moeilijke of issues met een partner. Ja. Dus ik vind het daardoor ook niet zo heel gek dat wij dat ook hebben. Nee. Maar inderdaad, je ziet het niet zoveel online. Nee, klopt. Nee, dat is toch meer een beeld van dat alles mooi en goed gaat. Ja, is dat nog steeds? Want ik heb het is minder hoor. Het worden wel. Dat is weer een beetje de andere kant op gaat. Van, ik moet alleen maar het daar negatief. Heb ik ook een stuk over geschreven. Dat klopt. Oh, over de gemaakte kwetsbaarheid inderdaad. Ja. Kwetsbaarheid als verdienmodel. Ja, dat is een beetje ook. Dat gebeurt ook inderdaad. Ja, want dat merk ik juist nu meer. Dat mensen juist alleen maar kwetsbaar gaan zijn. Terwijl ik denk, ja, daar is ook weer een beetje een fine line between natuurlijk. Want ik kan me kwetsbaar voor opstellen, maar het hoeft niet altijd. Ja. En het is ook niet altijd nodig. Maar soms heb ik wel het idee dat het nu meer naartoe gaat. Hoe kwetsbaarder ik kan zijn, hoe beter. Dus een tijdje terug daar een stuk over geschreven inderdaad. En met een aantal deskundigen over gepraat. Maar zonder kwetsbaarheid verkoop je niks meer. Dus het is wel een verdienmodel. Nou ja, we hebben toevallig een spel. Ja, dat is een goed moment. goed overpakken moment. Nee, we moeten trouwens nog wel even iets delen natuurlijk. Want we hebben natuurlijk die stellingen net gehad. En de eerste stelling, dus een liefdesrelatie waarin beide personen kampen met mentale problemen is gedoemd te mislukken, is 89% het oneens. Okay. Dus dat is... Goed. Dat is mooi om te horen. Maar 11% toch nog eens wel eens. Ja. Ik vraag me dan toch af waar dat dan vandaan komt. Persoonlijke ervaringen misschien. Ja, misschien wel. Ja, dat zou kunnen. Dat zou best goed kunnen trouwens, ja. De tweede, wanneer het mentaal niet goed gaat met de partner en jullie relatie daaronder lijkt, mag je afdwingen dat je partner in therapie gaat. Daar is 45% nog mee eens. Echt? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Had ik dus ook niet verwacht. Maar ik kreeg hier wel wat DM's over van mensen die best wel daar stellig in waren van dat het niet kon. Afdwingen nooit, werd er dan gezegd. Nee, ja. Maar wel sterk adviseren. Oh, ja. Ja, wat jij ook zei inderdaad. Ja. Afdwingen is denk ik ook, dat zou ik zelf ook niet doen, maar adviseren is altijd een mooie ding. Maar ik vind dat 45% vind ik nog best hoog. Ik ook hoog, ja. Drie. Het is handig om mijn partner pas bij mentale zorgen te betrekken wanneer je eerst zelf gezocht hebt naar de oplossing. Daar is 86% het mee oneens. Oké. Okay. Dus nog 14% eens, maar ik vind dat toch wel grappig om dat te zien. Stelling 4, jezelf wegcijferen om je partner te helpen in dienst mentale gezondheid is soms noodzakelijk, is 58% het mee eens. Vinden we dat? Ja, ik zie toch wel een hoop mensen die zeiden van jezelf wegcijferen is nooit goed. Vind ik dan een beetje te zwart-wit, denk ik. Want, denk ook. Ja, denk het ook. Ja. Maar nooit jaren achter elkaar. Nee, dat lijkt me ook logisch. Maar een beetje wegcijferen heb ik persoonlijk niet veel moeite mee. Nee. Maar ik vind het wel verrassend om... ik heb hier moeite met wegcijferen. Ja, dat is wel zo, ja. Echt waar? Ja, maar wel, dat komt wel door ervaringen. Want als je het op een gegeven moment te vaak doet en te veel denkt van, dat zie ik ook nog wel, dan je wordt harder ervan. Maar hebben jullie een voorbeeld van qua wegcijferen? Zij hebben wel een voorbeeld. Nou, mijn eerste relatie was met iemand die heel veel loog. Oh. En eigenlijk vooral met zichzelf bezig was. En daarvoor, als ik iets persoonlijk vertelde, dan zei hij bijvoorbeeld,
ja, het was een klein beetje, ik mag het niet zeggen, narcistisch, maar dat dacht ik wel. Als in, hij heeft nooit die diagnose gekregen. Maar als ik dan wel eens iets vertelde, persoonlijk over mij, dan zei hij van ja, dat wilde hij niet horen, want dat deed hem denken aan dit of dat trauma. Zoiets dergelijks. Dus ik mocht eigenlijk nooit wat kwijt van mezelf. Nou, ik praat graag, ik wil graag mijn mentale problemen ook bespreken met iemand anders, zodat we er samen, ja, een beetje steun aan elkaar hebben. En daarin heb ik mezelf wel echt gewoon weggecijferd. Ik dacht van, ja, dat was er niet, dus dan accepteer ik dat maar. Ja. En hoe doe je dat dan nu niet meer in je relatie? Ik denk door, als we het allebei bijvoorbeeld even niet goed gaat, dat ik dan niet automatisch denk van, nou, dan is er geen ruimte voor mijn problemen. Oh. Ja, dan denk ik, dan ben ik meer van, ja, maar ik ben er ook nog. Ja. Dat je op een gegeven moment ga je dat wel leren dan. En hoe ga jij ermee om? Ik cijfer mezelf heel makkelijk weg, dus dat komt wel goed. Ja, jij cijfert jezelf wel echt veel makkelijker weg dan, ja? Ik inderdaad. Ja. Ja. Ik vind daar niet zo moeite. Ik heb daar niet zo moeite mee. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb wel een bepaalde grens, maar daar komen mensen niet zo snel aan, hoor, want die grens is heel hoog. Heb ik ook nog niet bereikt, toch? Nee. Nee. En dan heb je niet dat je toch een beetje je beeld verandert, of dat je eigenlijk een beetje zit te balen, of ja, dat soms, je er dingen kwalijk soms neemt? Soms dat ik wel denk van, pff, maar ik denk dat ik dat gewoon een beetje nuchter bekijk dan of zo. Dat ik denk, nou ja, goed, het komt wel weer goed. Ik weet ook hoe ze is als het gewoon goed gaat of zo, dus dat is niet, ik vind dat nooit zo'n ramp. Weet de volgende ochtend staat ze op en dan is het weer best wel oké eigenlijk. Ja, maar op die manier hoef ik ook niet zo overdreven voor mezelf op te komen. Ja. Omdat hij al best wel veel ruimte voor me heeft eigenlijk. Dus dan ben ik er ook veel sneller weer overheen als er iets is. Ja. Of we maken er snel een grapje over. We maken er heel snel een geintje van en dan moet dingen niet te serieus is waar. Nemen, ja. Vind dat, ik zelf, ja, altijd. Dat is het belangrijkste. Ja. Ja. En de laatste stelling is, het stellen van duidelijke grenzen is noodzakelijk om voor het hebben van een gezonde relatie. En daar is 94% mee oneens. Nee, mee eens. Schat, ik wil gewoon even kijken hoe ze reageert. Oh. Oké, okay, ja, nog, nog een keer. Nee, maar 94% is daarmee eens. Oké. Okay. Ja. Je hebt hem trouwens nog niet gezien, nee, hè? Nou, we hebben dus deze echt serieus een paar dagen, als je dit kijkt, hebben we al een tijdje binnen, is die ook al uit. Maar we hebben deze een paar dagen geleden gekregen. We hebben het spel, we hebben dit gemaakt naar aanleiding, nou, niet van de podcast, maar gewoon omdat we een keer zaten in een, nou, we hebben een video over gemaakt, dat moet je maar bekijken. Het staat op een YouTube-kanaal online. En het spel is een vraagspel eigenlijk voor mentale gezondheid. En die kan je zelf dus ook kopen via vetgezellig.nl. Dus doe dat vooral. Het is echt zo leuk. En het is echt helemaal gecustomized. We hebben het zelf ontworpen. Guilaine heeft het helemaal ontworpen. Ik heb wat gekke poppetjes. Maar we hebben samen de vragen bedacht. Echt heel mooi. En 100 vragen om het gesprek te starten. Gek van mezelf. Het mentale gezondheidsspel. Ja, vragen die je misschien niet zo snel aan elkaar stelt. Ja. En we gaan dat eigenlijk, elke aflevering gaan we dit ook aan de gast stellen. En ook aan onszelf, denk ik. Nou, we pakken gewoon een kaartje voor elkaar. Ze pakken één voor jou, jij één voor Sofie, ja. Sofie één voor ik. Dat hadden voor we niet bedacht, maar blijkbaar doen we dit. Oké, okay. Twee stapeltjes. Wil je de spelregels nog lezen? Het is heel moeilijk, heel moeilijk spel. Doe jij aan, Sofie? Hoe ga je om met afwijzingen? Oh, heel slecht. Ja? Yeah? Oh ja, daar word ik helemaal naar van. Oh, oké. Okay. Dit is mijn ergste angst. Dit is waar al mijn problemen over gaan. Al issues die ik heb zijn terug te wijzen naar angst voor afwijzing. Oh echt? Ja, waar ja. komt dat vandaan? Toch uit mijn jeugd. Ja, ja als ik heel eerlijk ben. Ja. Okay. Nee, ja, heel kort, mijn ouders konden gewoon niet goed omgaan met mijn eetproblemen. Okay. Mm-hmm. Dus ik heb echt een super fijne jeugd gehad, heel hecht. Totdat ik eetproblemen kreeg en mijn moeder uit haar zorgen door kwaad te worden. Ah. En daardoor heb ik me heel erg afgewezen gevoeld als kind. Wat zij niet zo bedoelde, maar dat zit gewoon heel diep in mij. Dus hoe ga ik ermee om? Nou, dit weten. Dus realiseren dat er iets wordt getriggerd bij je. En dat wat je voelt niet helemaal reëel is. En dan proberen het te verwerken. Door misschien contact te zoeken met mensen waar je inderdaad je niet door afgewezen voelt. Erover praten, heel belangrijk. En dan goed slapen. Ja? Ik weet niet of jij dat ook herkent, maar als ik me niet goed voel, als wat voor emoties er ook zijn, als ik goed slaap, is de volgende dag echt al de helft of minder. Slapen werkt sowieso wel goed, helend, met heel veel dingen. Ja, dat mijn moeder zei altijd vroeger, ga er maar gewoon slapen, morgen is het minder erg. Echt zo? Maar dat is ook wel echt zo. Wat gaat... Oh, ik mag... Oh, nu mag ik even trekken. En voor Alwin dan toch? Ja, en dan stel ik aan slaap. Laten we doen alsof angst niet bestaat. Wat zou je graag nog willen doen in het leven? Nou, dat is, ik denk, daar heb ik het ook wel vaker over, roadtrip door Europa. Ja, dus ik durf niet de auto te rijden.
Ik heb autorijangst. En ik zou dat wel leuk vinden. Dat ik gewoon even wat meer vrijheid daarin heb. En dat we gewoon denken van op een dinsdagochtend van joh, laten we gewoon lekker, gaan we nooit doen, maar laten we lekker naar Zuid-Frankrijk rijden en we kijken wel of we rijden naar het oosten of zo. Ja. Dat zou ik wel echt leuk vinden, ja. Nou, ik hoop echt dat het ooit gaat gebeuren. Ik hoop het ook inderdaad, ja. Het zou leuke video's ook wel maken, denk ik. Ja, ja. Nou, zeker. Toch? Kunnen we weer gaan afgeven op een hotel waar we komen wat we niet mooi vinden. Ja, ja, dat zijn jullie echt op je best. Ja, sommige mensen vinden het heel vervelend, hoor. Dus, van mij mag er echt meer geklagen in. Ja, echt eerlijk. Okay. Negatief. Oh ja, dat moet ik aan jou vertellen, natuurlijk. Ja. Ik ben er ook nog. Jij bent er ook nog, meid. Waar kan je kwaad om worden en waarom? Ja, het is eigenlijk standaard antwoord volgens mij voor de autist, maar onrecht. Ja, en vooral van mensen om wie ik geef, hoor. Dus, ja? Het is niet onrecht in de wereld of zo? Nee. Echt wel gewoon bijvoorbeeld... ik heb dan een tijd bij de Ecoplaza gewerkt. Of bij een supermarkt gewerkt. Nee, je mag wel Ecoplaza. Ja, Ecoplaza. Ja, nou, er kwam een nieuwe baas. En toen heb ik ook netjes uitgelegd van dat ik autistisch ben en zo. En ja, die ging er zo op een manier mee om. Die zette me echt neer alsof ik een of andere waanzinnige was. Daar werd ik heel kwaad van. Ja. Dat vind ik dan zo niet horen hoe het netjes is en hoe het hoort. En respectvol met iemand anders omgaan. Is dat onrecht eigenlijk? Nou ja, wel. Ja, wel toch? Dat wordt je aangedaan. Ja. Dat wordt je aangedaan. Maar dat is wel meer over jezelf dan. Ja, maar daar word ik ook boos van. Daar kan ik echt kwaad om worden. Ik kom hier niet in een hoekje te zien. Ja, maar dit is het spel. Dus, ja, echt leuk. We hebben 100 vragen en die kan je aan elkaar stellen. En eigenlijk het mooiste is om natuurlijk een beetje door te vragen. Dus hij is €14,95 op de webshop. Heel goed. Ik kan hem stellen. We hebben er 1000 liggen daar. Dus succes. Voor jou. Voor mij inderdaad, ja. Ja, het kan inderdaad een grote blamage worden, dat weet ik niet. Denk het niet. Moet je ook een video over maken als dat gebeurt, hè? Ja, sowieso. Daar heb ik altijd content. Ja, altijd content. Dat, ja. Er staat nu in het draaiboek een stukje over wat we van het gesprek vonden. Gaan we dat echt zeggen? Oeh, wat vond je van het gesprek? Vertellen jullie maar. Wat vonden jullie van het gesprek? Nou, toch wel... Nou, ik vond het wel interessant eigenlijk. Toen hebben we wel dingetjes gehoord. We spreken natuurlijk vaker met je, maar ja, die we nog niet gehoord hadden. Nee, dus dat is wel... Ik vond het wel een mooi gesprek, denk ik. Cool. Ik heb er ook wel weer wat van geleerd voor mezelf ook wel. Ja, precies. Ja. Ik ook wel. Vooral dat deel van... dat er toch zo stijl gereageerd wordt op jezelf wegcijferen. Ja. 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 En dat ik daar toch nu ook al anders over... Want ik ben ook iemand die denkt van... jezelf wegcijferen moet je niet doen. Maar je bent er toch wel wat meer... milder in geworden. Ja, precies. Ja. Ja. Jullie verleiden wel om meer te vertellen dan ik ook wel van plan was, denk ik. Toch wel, ja? Ja, ik denk het wel. Ja, nou ja, dat is altijd. Dus ik hier maar geen spijt van krijg. Nou ja, ik kan het dan nog naar je doorsturen. Nee, hoeft niet. Nee, maar nee? Ik vertrouw er volledig op. Oké, dat is wel goed. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of bijvoorbeeld een bepaalde visie over het onderwerp die je graag wilt delen? Op de Instagram-pagina, zoals we al eerder hebben gezegd, kan je dat zeggen. @vetgezellig. Volg het vooral, dan kan je ook mee beslissen met de volgende polls. Dan kan je in het panel komen. Dan zit je in het online panel. Het online panel, ja. Dat klinkt wel cool. Het online vetgezellig panel. Dat is echt heel goed. Ja. 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 Ja, hebben we gisteren bedacht. Ik denk dat we er zijn. Mm-hmm. Ik zie ook dat de camera bijna mee uitscheidt. Dus ik denk dat... En we zitten ook al 1,5 uur. Zo lang zit dit, zeg. Voelt niet zo. Nee. Ik heb echt het idee dat we 3 kwartier gepraat hebben. Ook, ja. Echt leuk. Jij heel erg bedankt. Ja. Als mensen jou willen volgen. @Sophie Roosendaal. Ja. Of Sophie Roosendaal op... YouTube? Ja, zeker. Je bent weer bezig met video's? Ja, dankzij jullie ook. Maar... Nou, daar heb ik nog wel een keer. Ja. Bedankt. Ja, nou, nogmaals bedankt voor het komen. Want het was ook wel grappig voor de luisteraar. Dit is de tweede keer dat we hem opnemen. We hebben hem nu beter voorbereid. Ik heb ook het idee dat het echt best wel een mooie podcast nu is geworden. Dus ik ben er heel blij mee. Beter. Ja. Ja, dit was de eerste. Superleuk, ben benieuwd. Tot de volgende. Tot de volgende.